Ja, Mark, een wedstrijd met heel veel verschillende emoties. Welke emotie overheerst nu een paar minuten na het laatste fluitsignaal? Ja, toch wel teleurstelling, omdat je denk ik 200-300% kansen krijgt. Waar er eigenlijk twee van in moeten minimaal. Dan ga je met de overwinning weg in een uitwedstrijd, desalniettemin. In een uitwedstrijd, Zagreb uit, van tevoren 0-0, is denk ik een goed resultaat. Alleen daar had wel meer in gezeten. Ja, een paar van die kansen had jij een hoofdrol. Samen in een koppeltje eigenlijk met Brian. Gisteren op de training zagen we die er nog achter elkaar in vliegen. Ja, klopt. Maar toen stond er niemand bij. Dan is het makkelijker, hè? Dus nee, klopt. Ja, dan gelukkig kon ik een hoofdrol daarin spelen. Eerst natuurlijk de penalty met Steven, die ik goed versierde, denk ik. En daarna dan een paar kansen gecreëerd. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Ja, jammer dat ze er niet in gaan en het geen assist oplevert. Maar als we zo doorgaan daarin, dan gaat dat vanzelf goals en assist opleveren. Ja, voel jij jezelf persoonlijk ook steeds beter aan die linkerkant? Ja, ik denk tegen Willem II een hele goede wedstrijd gespeeld aan de linkerkant. Tegen Sparta een mindere wedstrijd aan de linkerkant. En nu denk ik weer een goede. Dus ja, het is even wennen ook voor mij weer in deze rol. Ik heb natuurlijk bij mijn vorige clubs ook wel eens gespeeld. Alleen hier worden weer wat andere dingen gevraagd. Maar ik voel me er steeds beter en vandaag ging dat gelukkig goed. Ja, het lijkt alsof je ook een beetje een zwervende rol kan innemen aan die linkerkant. Af en toe op het middenveld tussen de linies opduiken. Klopt dat? Ja, zeker. Ik krijg daarin de vrijheid van de trainer. Natuurlijk heb ik mijn verdedigende taken. Daarin zul ik gewoon mee met die back moeten. In de communicatie met Haps. En in het aanvallende kan ik af en toe de bal opkomen halen. Af en toe wat dieper tussen de linies staan. Daar creëren we ook een paar keer een goede kans uit. Dus dat went steeds beter, moet ik zeggen. En daarin vind ik steeds beter mijn plek met de spelers om me heen. Dus daarin kan ik redelijk tevreden zijn, denk ik. Ja, heeft het je vandaag verbaasd hoe dominant jullie waren tegen een ploeg die van tevoren veel geprezen is? Niet, omdat ik wel weet wat wij kunnen. Zeker aan de bal. We hebben natuurlijk ook wel meerdere malen dit seizoen bewezen. Nog niet constant, dus dat moet constanter worden. Maar Dynamo Zagreb heeft gewoon een heel goed team. Dat hebben we gisteren in de beelden en vandaag ook in de beelden weer gezien. Alleen, ik denk dat we zeker de eerste helft, de eerste 30 minuten wel een stuk beter waren, ook aan de bal. Hun hadden veel moeite met goede oplossingen zoeken. Dus ja, wat dat betreft zie je dat we ons ook met zulke ploegen kunnen meten. En dat moeten we eigenlijk nog wat vaster in ons spel worden. En dit vaker laten zien. En dan kunnen we heel veel punten in deze pool gaan pakken. Ja, ging bij jullie in het veld ook direct de knop om na de rode kaart van Marcos? Ja, dan weet je van of er moet nog één uitbraak komen. Maar normaal gesproken is dan 0-0 het maximaal haalbaar. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Justin een paar keer nog heel belangrijk geweest. Maar de verdedigers die hebben zich voor alles gegooid. En dan was het eigenlijk alleen maar lopen en ballen wegschieten. Nou ja, goed, dat hebben we denk ik ook goed gedaan. Het is jammer dat we dan met 10 man komen. Dat we misschien anders nog in de eindfase wel een goaltje hadden kunnen maken. Nou ja, goed, dat is niet gebeurd. En we hebben denk ik de laatste kwartier het maximale eruit gehad. Ja, uiteindelijk een punt uit een lastige uitwedstrijd. Wolfsberger speelt thuis gelijk tegen CSKA Moskou. Dus alles nog gelijk. Wat zeg jou dat? Ja, nou nog niet zoveel. We krijgen natuurlijk volgende week een thuiswedstrijd. Ja, die moeten we gewoon winnen. Je moet zoveel mogelijk die thuiswedstrijden winnen en uitwedstrijden. Als je dan een keer een punt pakt, dan is dat goed, denk ik. Maar goed, vandaag gaat er wel wat meer ingezeten. Dus dan overeerst het toch wel wat teleurstelling. Maar goed, eerst op naar zondag. Ook niet een onbelangrijke wedstrijd tegen RKC. En dan kunnen we volgende week weer door met de Europa League. En kijk er heel erg naar uit.